shit when the plans comes together. Hoe was het ook alweer? Met uw instemming ga ik naar de vragensteller, meneer Loor, namens D66. De horeca-ondernemer van morgen. Die kunnen we zeker nog doen. Dank u wel, voorzitter. Ik zal in ieder geval mijn uiterste best doen om dat nog voor elkaar te krijgen. En ik zal andere raadsleden in ieder geval besparen dat wij het volledige manifest hier voorlezen. Het betreft een manifest getiteld De horeca-ondernemer van morgen. En die zijn er vast in vele soorten, maar hier gaat het expliciet om een negental Arnhemse organisaties die afgelopen week een manifest naar buiten brachten waarin ze pleiten voor tijdelijke ontheffingen om horeca-initiatieven voor leegstaande en verwaarloosde locaties mogelijk te maken. Daarnaast sturen ze aan op een beleid waarbij tijdelijke horeca bij succes permanent kan worden. Het gaat hierbij om initiatieven die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod en die naast hun horeca-activiteiten ook een maatschappelijk belang dienen. Bijvoorbeeld door koppeling aan culturele activiteiten, aan educatie, stadsecologie, etc. Deze activiteiten worden vaak vrijwel zonder subsidie ontplooid. Het initiatief vanuit de stad is reeds bekend bij de ambtelijke organisatie en mede het resultaat van een wens om te komen tot een helderder toetsingskader voor dit soort vernieuwende ondernemers. Op dit moment zijn organisaties als Roof Garden, Pop-up Club en Dynamic Food afhankelijk van uitzonderingen, ontheffingen of gedoogsituaties. Hierdoor is het voor nieuwe initiatiefnemers niet duidelijk welk pad zij kunnen bewandelen om ook dergelijke bijdrage aan Arnhem als dynamische en aantrekkelijke stad te leveren. De initiatiefnemers van het manifest hebben zelf hun plannen afgestemd met Koninklijke Horeca Nederland om ook de belangen van de gevestigde horeca in Arnhem niet uit het oog te verliezen. Naar aanleiding van het manifest, wat inmiddels ook is rondgestuurd als het goed is, hebben de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, CDA, VVD, D66 en de Partij voor de Dieren de volgende vragen. Eerste vraag, is het college met ons van mening dat de activiteiten, zoals benoemd in het manifest, een grote bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van Arnhem? Is het college bereid te onderzoeken hoe in de geest van het manifest voor de initiatieven die aan de criteria van uitzonderlijke locatie, duurzaamheid, etc. voldoen, een regeling kan worden getroffen waarbij een tijdelijke horecavergunning tegen gereduceerd leesjestarief kan worden verkregen? Waarbij uiteraard het uitgangspunt blijft dat leesjes zo goed mogelijk kostendekkend moeten zijn. En is het college bereid voorwaarden te formuleren waaronder, wederom in de geest van het manifest, in afwijking van bestemmingsplannen deze initiatieven ontwikkeld kunnen worden? Dank u wel. Ik kijk even naar rechts. Het woord is aan de heer Mink. Dank, voorzitter. Het is een erg mooi manifest. Via u wil ik dan ook de initiatiefnemers de hartelijke complimenten maken. Wij zijn als college natuurlijk van mening dat dit soort initiatieven echt wat doen voor de stad en ook met de stad. En dat juichen we zeer toe. Het manifest doet dan ook enkele concrete suggesties om ons beleid op dit punt ook verder te gaan verbeteren. En dat juich ik zeer toe. Antwoord op de eerste vraag wordt dus natuurlijk ja. Ten tweede, hier geldt natuurlijk wel dat we te maken hebben met meerdere vergunningstelsels. Een deel valt in mijn portefeuille, met name de omgevingsvergunningen. Een ander deel bij de burgemeester, met name drank- en horecawet. Dus we moeten wel goed gaan kijken hoe we dit concreet willen gaan uitwerken. Ik wil u voorstellen dat wij vanuit het college het eerste kwartaal van 2015 een globale indruk gaan melden hoe wij de punten uit het manifest gaan uitwerken. Want er zijn nog wel een paar punten die we moeten gaan uitzoeken. Maar we willen zeker meegaan in de geest van het manifest en dat gaan verwerkelijken in ons beleid. Dank u wel. U krijgt een toezegging van de wethouder, begrijp ik, meneer Loor. Ja, en nog een kleine verduidelijking van de toezegging, want het klinkt inderdaad buitengewoon hoopvol dat u deze initiatieven goed gaat ondersteunen. Mag ik dan concreet verwachten dat we zowel op het ruimtelijke aspect als op het aspect van de horecavergunningen dus een nadere uitwerking krijgen van het college hoe zij omgaan met de suggesties uit het manifest? Ja, want dat is nou wat ik beoog ook met de toezegging, dat we op die punten ook een nadere duiding gaan geven en ook een uitwerking van wat er mogelijk is. Dus dat zeg ik u bij deze toe. Meneer de Groot, Partij van de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Ik had een aanvullende vraag. Op dit moment zijn er een aantal initiatieven in wording die niet zijn van de initiatiefnemers van dit manifest, maar die zijn ons wel bekend. Er worden ook geregeld brieven gestuurd naar de Raad. Bent u ook bereid om deze initiatiefnemers mee te nemen in dit traject en ze actief te benaderen? Absoluut, voorzitter, want wat u stelt, dat zie ik ook regelmatig gebeuren. Een van de dingen waar dan ook behoefte aan is duidelijkheid vanuit de gemeente. Wat kan wel en wat kan niet?
We moeten heel vaak maatwerk gaan leveren. Dat kost de ambtelijke organisatie ook heel veel energie. Terwijl we denk ik met een heel duidelijke handleiding, een mooi handboek, mensen ook op weg kunnen gaan helpen. En dat zijn dus die initiatieven die zich achter dit manifest hebben geschaard. Als ook de initiatieven die zich her en der melden en die zich wat minder goed georganiseerd hebben. Dus dat nemen we zeker mee. Dank u wel. Meneer Loer, dank u wel. Mevrouw Manders, kennelijk nog een nabrander. Ja, want er zijn natuurlijk niet allerlei nieuwe initiatieven alleen op het gebied van horeca, maar ook op het gebied van dansscholen, wellness enzovoort. Worden die ook meegenomen in dit verhaal? Want je kunt toch niet een onderscheid gaan maken? Nou, voorzitter, dit gaat specifiek over horeca en al het overige gaan we met u bediscussiëren via de visie op transformatie. Dank u wel. Dank u wel. Dan, kijk, we kunnen er nog één doen, denk ik, hè, op zijn minst.